tijd voor weer unboxing live in de studio. Met zoveel Eevees om me heen moet er toch wel een leuke evolutie tussen komen. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe unboxing video. Vandaag ga ik eens even kijken. Ik denk dat ik de Kindra EX box ga unboxen voor jullie. Deze box die heb ik binnengekregen van René Cards. Heel erg bedankt dat ik deze van jou mag unboxen. En ik ben zeker heel erg nieuwsgierig wat hierin te vinden is. Het zit sowieso de promo van Kindra EX in, maar dat zullen jullie dadelijk van dichtbij zien. En we hebben dit keer geen phone hating mic, dus iedereen die deze video zoekt te kijken op zijn telefoon. Wat leuk! Nou, voor de verandering. De Kingdra EX box. Ik moet zeggen, hij ziet er zeker heel erg mooi uit. Zeker met die reflectie die er een keer bij zit. Dus, we hebben 4 booster packs die erin zitten. Plus nog eens een keer promo card. Plus natuurlijk een giant card van de Kingdra. Dus ik ben zeker heel erg nieuwsgierig. Dus ik ben eigenlijk al een beetje bezig met de unboxing. Maar ik doe het, ja trouwens. Het is alvast best wel een korte video. Dus ik heb zoiets van, laten we deze gewoon lekker eventjes met live commentary eventjes lekker unboxen. Deze die halen we er heel eventjes uit, want die is niet nodig. Ik zeg, die is... altijd leuk dit. Zo. En dan gaan we natuurlijk gelijk over naar de promokaart die ik jullie kan laten zien. Zo. Deze is er alles. Ik zit nou in mijn eigen studio, dus gewoon moet ik zelf opruimen. Ik moet zeggen, hij ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, art van Kingdra sowieso, dat hij dus echt klaar staat om aan te vallen. En ja, gewoon de sparkle, dat is zeker heel erg nice. Ik moet zeggen, het is zeker een hele mooie kaart en een hele mooie promo. Dus die zal ik hier heel eventjes netjes neerleggen. Dus dan hebben we natuurlijk de 4 boosterpakjes die wij gaan unboxen. Wij hebben een Sun & Moon, we hebben een Fate Collard. En ik zie hier een Steam Seeds en we hebben een Breakpoint. Dus ja... Volgens mij is het oude Sun & Moon, of oude voor mij nou, Sun & Moon is pas net daar, heb je hem al oud te noemen. Nee, dit is de eerste oorspronkelijke van Sun & Moon, dus hier zou een Espeon of een Vion kunnen zitten. Jullie kennen mij, ik ben helemaal gek van evoluties, dus Fates Collide, mocht je op zoek zijn naar evoluties en Fates Collide, daar kan dus Umbreon of Glaceon in zitten. Steam Siege, daar zitten geen evoluties, maar er zitten ook hele mooie kaarten. Ik weet dat Mewtwo bijvoorbeeld heel erg populair is, en Breakpoint. Mega Gyarados, ja Mumei, ik weet het, daar ben jij helemaal fan van. Maar Breakpoint kan natuurlijk ook Espeon hebben. Maar er zitten heel veel goede kaarten in. Plus we hebben ook natuurlijk nog heel veel breakkaarten. Dus zeker heel erg mooi. Want hier nog één keer en die moet je dan vanuit achteren pakken. In verband met, dat zit er dan zo in. Oké. En ik moet zeggen, nu zien we dus de kaart nog één keer in het groot. Ik moet zeggen, ik vind het een hele mooie kaart. Zeker te weten. Nou, de ginormous kaart, die leg ik heel eventjes mooi achter de schermen neer. We hebben hier de pakjes. En ik denk dat we Sun & Moon als laatste gaan pakken. Aangezien dat dat de nieuwste serie is. Misschien kan ik het proberen. Even kijken. Daarna kwam Breakpoint. Of daarna kwam Steam Seeds. Die is als laatste toen uitgekomen. En ik denk dat Fates Collide de... Ik denk dat Breakpoint eigenlijk ouder is dan Fates Collide. Maar dat weet ik dus niet zeker. Dus sorry als ik dat een beetje al screw. Maar we gaan het gewoon proberen. Dus laten we gewoon eens even beginnen met ons eerste pakje te openen. Ik moet zeggen, dat is altijd heel erg leuk om te doen. En ik zie dat ik tegen de camera aan heb gestoten. Waardoor dat mijn beeld niet meer goed is, stoute ik. Goed, nou, eventjes snel. Pak je weer. Ik bedoel, ik heb daar lessen over gehad. Dus dan moet dat op zijn minst toch wel goed gaan. Zo, even kijken. Dit is weer de old school, dus dan zijn het weer 3 van achteren die we dus even maar eventjes om moeten draaien. En nou hebben we dus geen reflective licht in verband met, ja, ik zit dus nu in mijn eigen studio. En daarin is dus de kwaliteit heel anders. Al moet ik zeggen dat ik live unboxings ook heel erg leuk vind. In ieder geval, we hebben een Standler. We hebben een online party met Umbreon. Oh, ik hou van deze kaart. Gewoon, Pokémon kunnen dan niet slapen, omdat je kunt de kaart gewoon gebruiken, maar gewoon Umbreon. Ik bedoel, serieus, kijk naar die art. En ja, het is Umbreon, jongen, serieus. Ik weet het. Die worden helemaal doodgegooid met Eevees en evoluties, maar wat wacht je op een kanaal dat Trainer Stevie heet? In ieder geval, we hebben Tierno, oftewel eigenlijk een. De oude versie van 3 kaarten pakken: Rattata, Corsola, Scrawl. Ik mis nu wel eigenlijk een beetje onze maat, Truimeister Gregory, die dus de naam een beetje zo kan opnoemen: Petlil, Froakie. Reversed Hollow Fighting Fury Belt. Dat is zeker nice. Dit is een hele mooie kaart om te hebben. En onze eerste kaart wordt het een EX. Nee, we hebben Hypno. Hypno. Ik vind het wel leuk hoe dat we eigenlijk Hypno te pakken hebben gekregen met... Met de stadium die dus tegen slapen is. Dus zeker een hele mooie kaarten
bij elkaar. Dus, maar het is nog niet eens een reverse regen. Het is gewoon een normale regen. Maar niet echt zoveel uit. Ik moet zeggen, die All Might Party die blijft wel erg mooi in verband met Umbreon. Dus daar ben ik zeker tevreden over. Goed, de volgende. Fates Collide. Fates Collide. Ik moet zeggen, ik heb heel veel Fates Collide overgemaakt in verband met... Ik wou de break hebben van Delphox die wij ook doorgaan hebben. Of natuurlijk, ja, de... De Umbreon of... nee, niet de Umbreon, voor mij nou. De Glaceon of de... Ja, wel de Umbreon. Ik zeg het wel goed. Glaceon en Umbreon, die zaten hierin. Goed, drie van achteren. We gaan gewoon gelijk eventjes verder. Wigglytuff, die ligt ook al te slapen. Wat is het? De slaapaflevering. De Mega Catcher. Alakazam Spirit Link. Snabbel. Fennekin. Die heb ik trouwens ook nog best wel vaak in mijn deck gehad. In mijn vuurdek. Jigglypuff. Snivy. Deerling, Reversed Hollow Whismur en een Hollow Rare Tyranitar. Tyranitar die is ook op zich best wel heel erg goed. Nou moet ik wel zeggen dat ik best wel vaak hoor dat mensen eigenlijk teleurgesteld waren over Fates Collide. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind Fates Collide eigenlijk best wel een hele leuke doos om te openen. Voornamelijk omdat je twee kansen hebt op een Evolution EX. Dus daar ben ik gewoon een hele grote fan van. Ik ben heel eerlijk in. Dus nou zeg ik dat de meeste... Zo, heb ik weer... Dit ligt niet aan mij. Dit pakje is echt super lekker. Nee, serieus, een schakelpakje. Ik wil serieus. Kom even gewoon eens een keer. Kom op. Concentratie. Magische vingers. Zo. Dit pakje is echt super lekker, jongens. Ik kan er echt niks aan doen. Nee, maar. Ik vraag mij wel een beetje af. Waar zijn onze rares? Ik bedoel. Gooi dat. Waar zijn onze rares? Dat vind ik wel een. Dankjewel René Cards logo die dat heel eventjes koppert. En daar zitten we zo. Ja, de code cards. Sorry dat ik daar niet de giveaways in doe. Maar ik heb bij heel veel unboxers gehoord van... Ja, wij doen het, want wij doen niks met die code. Met deze codes daar wordt nog wel iets mee gedaan. En helaas zijn er heel veel snipers actief op YouTube. Dus als ik een keertje iets met codes doe, dan zal ik het via een giveaway doen. Waardoor dat de codes rechtstreeks een foto worden gestuurd. En niet dat je dus zo snel mogelijk hoeft te zijn. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. In ieder geval, we hebben een Captivating Pokepuff. Hartstikke leuk. We hebben een Driplim. Ninja Boy. Een hele goede kaart eigenlijk. Ik gebruik hem graag in een Eevee deck. Omdat ik dan in één keer van Eevee naar Jolteon EX kan gaan ofzo. Shellos. Een Dino. Larvesta. Apom. Drifloon. Reverse Hollow Bisharp. Ziet er zeker heel erg nice uit. Wauw, mijn audio commentaar soms. En een, ja, gewoon rare Weevil. Serieus, waar zijn onze secret rares op het moment? Of onze secret rares voor mij nou. Gelijk over secret rares beginnen. Ja, we zijn onze secret rares. eens even kijken. Nou, we hebben nog altijd Sinner Moon en echt als secret Espeon. Ja, als secret Espeon of Umbreon. Is het echt serieus. Rip headphone users, rip buren. Rip de plaats waarin ik opneem. Waar woon je dan? Thuis. Oké, dit is Sinner Moon, dus dan moeten we er weer vier pakken. Ja, jammer, ik vergeet het niet. Wauw, wat flauw. En we hebben een fighting energie. Dit brengt er eigenlijk terug naar een van de eerste unboxings die ik in de winkel heb gedaan. Eigenlijk best wel grappig. Granbull. Boldore. Doe me gelijk denken aan Magikarp Splash. Of Magikarp Jump. Switch. Fero. Litten. Hey, Erwin, we hebben je gevonden. Yungoos. Surskit. Wingull. Reverse Hollow Potion. Die ziet er heel erg nice uit. En... nee! Hariyama! Gewoon nog niet eens... Reversed Hollow... Het is gewoon normaal rare. Wat een bust! En die hebben er soms ook nog wel eens tussen zitten van die card packs die... Ja... Niet echt zoveel... waren. Dus deze box. Ja, als je een Kingdra EX zocht, dan was deze box daar heel goed voor. Maar voor de rest moet ik zeggen dat deze box eigenlijk weinig maar te bieden heeft. Dat is een letdown. Nou, dat is een behoorlijke teleurstelling eigenlijk voor deze box. Nou, ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste kaart die je er toch tussen hebt zitten? Of een favoriete Pokémon die ertussen zat? Laat het zeker weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat natuurlijk een like achter voor de nieuwe Eevee-pad. Ik bedoel serieus, deze pad is awesome. Daar ben ik echt blij om dat ik deze gevonden heb. Dus in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe.
En natuurlijk hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. En geen zorgen, deze bad boy hier, die gaat zeker ook nog geopend worden. Maar dat in een andere video. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei!